Nee, het is een dochter van een boerenarbeider die nog lezen, nog schrijven kon. Maar die had geestelijke vermogens. Ik zeg, moeder, ik wil niks worden. Ja, waarom niet? Ik zeg, moeder, je moet toch je brood verdienen. Ik zeg, moeder, als ik werk, dan verdien ik mijn brood. Ik heb toen tot mijn 11e jaar, tot mijn 14e jaar, heb ik gesjouwd met freetbussen voor de studenten. Ja? Ik bracht ze dan, als ze bezopen waren, kregen gulden. En als ze niet bezopen waren, kreeg ik een dubbeltje. En als ze lazeres waren, kreeg ik natuurlijk helemaal geen bliksem. Ja. Afijn, ik had tussen mijn 11e en mijn 14e jaar 100 gulden overgespaard. Nou, ik ben maar in Engeland naar Engeland gegaan. Ik was 14 jaar oud en ik ben naar de consul gegaan. Ik zeg, ik kom hier een betrekking zoeken. De consul laat niet over zijn bureau heen kijken. Maar hij zegt, ik zal je een adres opgeven hoor. Dan gaan we een adres op. En ik kreeg toen een betrekking in een boarding house. Dan moet je schoenen poetsen en messen slijpen. Ja. Enfin, ik heb dat dan gedaan, hè, toen dat ik dan Engels ging spreken, want ik kon geen woord. Nee, je had alleen lagere school gehad. Ja, ik had geen woord Engels, niks. Enfin, als je gedwongen wordt, hè, om je brood te verdienen, moet je die taal wel leren. Dat heb ik dan gedaan, niet waar, tot mijn 22e jaar. Ja, hij heeft de hele wereld rondgezworven toen. Ja, ik ben naar Frankrijk, niet waar, overal geweest. En ik heb nog gevaren, notabene. Hè. Nou, dat is een hele rare bedoeling, hoor. Op zo'n kustvaarder was ik... En wat deed u daar? Assistent kokje. Assistent kok. Kok, ja. Ik liet de boel natuurlijk aanbranden. En dan zat de kok me met een mes achter mijn donder aan. Ja. Maar enfin, ik denk, nou is het uit. Hè, niet meer een loondienst. Ik denk, nee, dat is niks. Dan maar kapot gaan, want dat is het nou zeg, om daar altijd maar rond te sjouwen en niks, allemaal onbelangrijk. Maar dat kan ik jullie toch wel zeggen, dat ik was van huis uit, ben ik wel een vrome jongen. Ja, had u een godsdienstige opvoeding gehad? Nee, geen opvoeding, ja, met moeder. Ja, ja. Ik ging met moeder altijd samen naar de kerk. Dat wel. Dat is een reuze steun voor me geweest, hoor. Ja. Hele grote steun. Dus en... En toen ben ik toch maar naar Holland teruggegaan. Ik ben naar de consul gewandeld. Ik zeg, ik ga terug. Ik heb geen poen. Dan moet ik spoen hebben om terug te gaan. Dus dat zal ik je geven, zei hij. Nou, in Holland aangekomen. Mijn moeder woonde toen nog in de Jordaan. Daar heb ik van mijn 5e jaar tot mijn 11e jaar in gewoond. Ik kwam in de Jordaan, heeft moeder me verstopt bij een buurvrouw. Want zo'n grote jongen is dan in zo'n gezin een uitvreter, noemen ze dat. Erg lief, hè, klinkt dat. Ja, ja. Mm-hmm. Dat noemen ze zo de goede oude tijd, zeg. Ja. Dus ze was ook niet zo tevreden over die oude tijd. Goede oude tijd, nee, want ik herinner me nog goed dat we huisbezoek kregen, mijn moeder, als kind, hè, zo van dames, van de hulp, zo kreeg je turfies voor de winter. Nou, en dan vragen ze je moeder zo het hemd van de, wat zal ik zeggen? De moeder werd alleen maar bleker en bleker. En ik denk, nou, dat voelde zich beledigd en al het gedonder van die wijven. En zijn moeder op laatst, moeten jullie toch heus weggaan? Daar was ik zeer van onder de indruk. Ze was beledigd. Ja, en ik was een hoge mate beledigd. Daar heb ik jaren mee rondgelopen, want al later, in mijn betere doen... Als ik daar in Zuid-Frankrijk op de boulevard de Saint-Clair liep te sjouwen en ik zag al dat getijsem. Niet krippen hoor, denk erom. Nee, getijsem. Toen zag ik daar dat ik een grote gehaktmolen liet maken met die slang zo de Middellandse Zee in. En daar moesten ze maar in. Daar ben ik gelukkig kwijt. Want ik hou toch veel te veel van de mens. Toch, ondanks alles. Omdat al dat gedonder... Ja. Ja, mm-hmm. En dan geef ik, nou dan zeg ik je, ik ben wel hoogmoedig, maar ik geef je toch de verzekering, als jullie mijn werk zien, hè, dat ik dat bewijs. Ja, ja. Nou, toen dus thuis gekomen in Holland. En wat toen? En toen denk ik, ja, nou moet ik aan het schilderen gaan. Kwam je dan eens op dat u ging schilderen? Of ja, nee, heb ik natuurlijk langs gedroomd, ik was er niemand over te spreken. Nee. Dorst ik niet, dus stel je voor over kunst praatte ik, ja. Nou moe.
U had zich intussen wel met kunst bezig gehouden. Ja, heel erg. Museum bezocht, ja, natuurlijk. En muziek was ik ook zeer geïnteresseerd. Maar ik denk, ik ga maar een kopie maken. Nicolas Maas, een oud vrouwtje voor een spinnenwiel. Enfin, ik was dan een week bezig met die kopie. En er komt iemand achter me staan. En die gaf mij een compliment over de kleur. Daar was ik nogal verbaasd over. En wat bleek het nou? Die meneer, dat was de onderdirecteur van het Rijksmuseum, Willem Steenhoff. Mm-hmm. En wat blijkt later, dat Willem Steenhoff tot zijn 17e jaar sigarenmaker was geweest. Oh, dus die kende het leven ook wel. Dus die had ik direct contact. Sociaal, laat ik maar zeggen, had ik dan contact met. Hè. Ja. Blijkt ook geestelijk later zeer sterk, want hij is als een vader voor me geweest. Mm-hmm. Dat was dus geen toevallige... Nee, dat zal ons hier weer wel voor elkaar gebokst hebben. Mm-hmm. Enfin, ik zeg meneer Steenhoff, dus ik heb nooit met olieverf geschilderd. Zet hij nou als museum dicht is, kom dan even bij me, dan gaan we wat praten. En dat is natuurlijk doorgegaan, zet hij komt vanavond ook nog even bij me thuis. En het slot is dat ik dan een paar weken een beurs kreeg voor 2 jaar. Nou, dat is mooi om te beginnen. Ja. Maar dat was nog niet mee klaar. Toen zei hij tegen me, een paar dagen daarna zit hij, dan moet je ook maar toelatingsexamen van de academie doen. Ik zei, meneer Steenhoff, daar ben ik niet voor gaan schilderen om naar de academie te gaan. Dat vond hij natuurlijk wel een voor iemand een vreemde opmerking. Nee, hij was toch wel, hij zei alleen maar, misschien krijg je nog uit het ALB-fonds wat. En dan moet je dat ook maar voor je, gewoon voor de techniek, de handigheid, moet je dat maar doen. Enfin, ik ben de tijd dat het dan toelatingsexamen was van de Rijksacademie, ben ik daarheen gegaan. En maar wat zag ik daar allemaal jonge heren en jonge dames die kunstenaar wensten te worden. Nou, wat je noemt, die kreeg een rolberoerte hoor. Ik zei, meneer Steenhoff, ik ga niet naar een academie. Ach jongen, toen nou, zegt hij, toen nou, ga dan maar naar de Vrije Academie. Ik zei, meneer Steenhoff, nee, daar voel ik ook niets voor. Ik zei, waarom moet ik dat nou doen? Ik zei, ja, je moet gewoon een gips tekenen voor je vaardigheid. Ik zei, maar dan kan ik dat toch net zo goed in die kelder daar duiken in het Rijksmuseum met al die poppen. Die gipsen poppen. Ja. Nee, dat zijn toch allemaal zo die afgietsels uit de mythologische wereld. En toen bent u begonnen meteen met schilderen? Nee, want ik moet die tekeningen maken. Oh ja, toen ben je eens gaan tekenen. En ik ben aan tekeningen. Nou, ik tekende zoals ik het leuk vond om te tekenen. Ja. Ik ben toen met mijn kegie 's morgens vroeg voor het museum gaan staan, tot het gesloten was. Maar ik tekende die poppen als levende mensen. Ja. Want als je goed kijkt naar beeldhouwwerk, dan zie je ook de uitdrukking van de ogen. Alles. Dus ik maakte daar levende portretten van. Nou, als ik dat wist ik wel... op de academie had gedaan, daar is me een schop onder mijn gat gegeven, zeggen eruit. Nou, ik denk, zo maar eens kijken, en na een week om Steenhoff en die ziet ze, stuk voor stuk, hij zei nog maar steeds niet. Ik denk, nou, misschien gaat mijn kop eraf. Maar het ging niet hoor, kop ging er niet af. Hij zei op het eind, zegt hij, je hebt een leuke opvatting van de dingen, Jan van Herwijnen. Ga je gang maar, ik heb nooit meer over een academie gesproken. Mm-hmm. En die doet helemaal vrij dus. Ja, ik ging wel eens met een schilderij van tekening, liet ik hem natuurlijk wel zien. Want hij kan het verdomd goed zien, niet waar, of iets gerealiseerd is of niet. Ja, of ik het wezen van het ding werkelijk had uitgedrukt. Dat gaat toch tenslotte om het wezen van de dingen, niet de schijn. Mm-hmm. Deze tijd, niet waar, daar zitten ze ons te belazeren met de schijnwereld. Ik was dermate toch gewond, tijd dat ik in loondienst over die wereld had gezworven, ja, dat ik in een zenuwtoestand ben geraakt. Wat toch heel normaal is eigenlijk, dat je daar nog bovenuit komt. Ja. Of normaal, ik vind het niet zo erg normaal hoor. Maar enfin, het is dan toch zo dat ik op mijn poten blijven staan. En toen ik dan beter was, na een dag of 8, heb ik de dokter gevraagd. Ik zeg, geef me nou maar een introductie voor een gekkenhuis in Utrecht. Dat heeft hij me gegeven en ik ben daar gekomen. Ik ben er heel vriendelijk ontvangen door dokter Cox, een buitengewoon mens. En ik had een brief bij me en die zei, hoor eens, meneer Van Herwijnen,
Ik zal de kamer van onderzoek voor u in orde laten maken. Gaat uw gang maar. Hij me toen aan de geneesheer is voorgesteld en ik heb daar altijd, elke dag ging ik daarheen bij die krankzinnige. En die heeft u getekend. Was u er niet bang voor die mensen? Nooit. Nooit? Nee, ik heb nooit bang geweest. Nooit. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik heb altijd met sympathie hebben ze... Ja, je moet niet tegen die mensen gaan praten. Dat niet. Je moet wel met een zootje liefde uit je donderen op ze sodemieteren. Om hun, nietwaar, eenvoudig in bedwang te houden. Dat is geen hypnose, dat is gewoon dat je zorgt dat ze voelen dat je bij hun hoort bent. Ja, dat is het. Kijk eens, die spanning, die moest ik natuurlijk volhouden tussen hun. Hè? Ik heb wel nagaan zo'n tekening, die grote tekeningen teken ik in een uur. Ja, dat is ongelooflijk. Dus je kunt wel nagaan wat een spanning of dat is. Mm-hmm. Hè? En dat heb ik tenslotte zowat 9 maanden volgehouden. Ja, Jan van Herwijnen, u bent dus weggegaan uit Holland toen naar Parijs. En ja. Toen heeft u heel veel gezien van Gogh, wat ik goed begrepen heb. Ja, en Vincent, daar voelde ik uit dat het ontstaan was vanuit zijn religieus bewustzijn. Ja. Niet vanuit de schilderkunde, want die bestaat niet op zichzelf. Hmm. Net zo min als de letterkunde. Nee, een kunstwerk wordt niet, je wordt net gemaakt, dan ontstaat. Nou, ik ben toen in Zuid-Frankrijk nog geweest en ben ik toen maar in de Middellandse Zee gaan liggen naar het maken, nietwaar, van die krankzinnige. Ja. En ben ik weer daarna weer aan het werk gegaan. Wat heeft u toen gemaakt? Dat plein? Nee, dat plein heb ik gemaakt in Parijs. Ik ben toen van de Middellandse Zee uitgegaan, weer naar Parijs terug. Ik abstraheer in de natuur. De schilderij is gerealiseerd, ja, zo'n ding op 4 vierkante meter. Laatst vertelde u iets over dat voor een kunstenaar is het dus eigenlijk zijn zelfbehoud om te werken. Ja. En van nature kent hij het zelfbehoud niet, dus als nee, mens hij, dus eigenlijk. Nee, je kunt wat zeggen... Wat hij dus eigenlijk ook niet gekend heeft. Nee, dat is een heel groot kruis hoor. Ja. Heel groot. Afijn, het is nou achter de rug. Ik ben er weer na 2,5 jaar alleen geweest te zijn, ben ik toch weer getrouwd. En nu ben ik 28 jaar getrouwd. En dat is echt mijn vrouw. Ja. Mijn werk en mijn trouwen haar is één. Ik heb haar geschilderd, een naakte rug heb ik eens geschilderd. En ik heb nog eens een moeder en kind geschilderd, dat is wel bekend. Het heeft trouwens ook verschillende malen in het Stedelijk Museum gehangen. Het is dus eigenlijk helemaal een begintijd geweest van uw nieuwe schilderperiode. Ik wil zeggen, ja. Ja, nou, dat zou je kunnen zeggen. Ik zit daar niet zo veel over te praktiseren, nietwaar. Omdat ik toch al gezegd heb, ik schilder uit mijn geestelijk zelfbehoud. Dus ik moet schilderen, hoe dan ook. Toen heb ik toch mensen geschilderd nog, nietwaar. U kunt dat misschien, ik weet, enkele zullen het nog wel kennen. Namelijk dat portret wat ik van de dichter Rensburg. Dat is gemeentebezit, maar dat donderen ze altijd maar weer de kelder in. Wat eigenlijk niet te begrijpen is als jullie het weer eens gaan zien. Nou ja, dat portret dus helemaal te voeten uit. Ja, te voeten uit hoor. Ja. Dat heeft ook Gestel geschilderd, Leo Gestel. Ja, Gestel heeft het ook geschilderd. Ja. Toen bent u gaan schilderen de dode mensen, de lijken zoals u dat zelf noemt. Ja, je hebt toch gezegd nog in het begin dat ik derkmate gewond was. Dat ik toch maar die lijken ben gaan schilderen. Hè. Dat is een reactie op die... Weer die Tweede Wereldoorlog. Het waren hoofdzakelijk toch het grootste gedeelte mensen die werkelijk slachtoffer waren van die rotzooi hoor. Ja, honger enzovoort. Ja. Wij hebben nog tijdens de oorlog een kind verloren in 4 dagen tijd. En dat zag ik daar in het WG. En die lijkt sprekend kind van ons. Dat was een kind van 3,5 jaar. Nou, toen het destijdje, waar toen het dood was, kon ik het niet schilderen. Ik was niet in staat, dat was zo dichtbij. Ja. Maar toen zag ik dat terug, dat kind zag ik daar. En toen herkende ik ongeveer bijna mijn eigen kind erin. En toen heb ik het kunnen schilderen. Door de spanning waarop ik die dingen geschilderd heb, is er in de buurt van mijn hart iets gebeurd. En daar ben ik toch net bovenuit gekomen. Ja, dat zie ik aan het schilderij daar, dat u toch weer opnieuw begonnen bent. Juist, dat heb u duidelijk. U vindt het leuk dat u dat ziet, want die twee mensen die waren op die wachtkamer. Niet? Ja, die mensen. Ja, die ontmoette ik, die mensen. Ik heb ze ontmoet en die trokken mij aan. Ja. Ik zag ze bij familie,
waar ze wel langs de deur kwamen en toen heb ik ze op het atelier van een collega in Den Haag heb ik ze toen geschilderd. En ik heb dat schilderij gelukkig nog, want er zijn er wel eens kopers voor geweest. Nou, u wilde geen afstand van doen? Nee, en het waren ook wel hele rijke kopers, want het is een groot schilderij, maar ze dachten ze in conflict kwamen met hun sociaal bewustzijn. Dat is nogal grappig, hè?